Ladies and gentlemen, welcome aboard flight AS2014, traveling to the Art Scene Festival. Dat is een jeugdfestival voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer, die in het Engels een toneelstuk komen brengen. Black school. Well, I always think it's something that the oil is coming for search on the street. It is even better. Yes, Het project op zich loopt over een jaar, want ja, ze moeten het project voorbereiden, ze moeten een idee vinden, een beslissing nemen over welk stuk ze gaan doen en dan natuurlijk ook repeteren. Het is ook niet alleen dat ze nu het stuk brengen, maar ze gaan bijvoorbeeld ook een stukje schrijven over het stuk van iemand anders. Ze gaan ook in fora praten over wat ze gedaan hebben en vragen stellen aan andere groepen van hoe hebben jullie het aangepakt, wat zou beter kunnen, hoe zijn jullie op het idee gekomen, wie heeft jullie geholpen, hebben jullie zelf het stuk geschreven. Dus dat zijn allemaal dingen die dit weekend aan bod komen. Het doel eigenlijk is om jongeren te leren dat Engels leren heel leuk kan zijn en dat je dat op een andere manier kan doen dan alleen maar op school. Dus door het oefenen en het repeteren en het maken van een toneelstuk in het Engels leren ze op een heel andere manier eigenlijk een taal aan. Brengt eigenlijk ook veel bij op lange termijn. Dus ze leren om mondeling heel vlot te zijn, ze leren om te durven, om zich te uiten en dat is echt wel een plezante manier om een taal te leren. Ze komen dus uit Rusland, Hongarije, Luxemburg, Roemenië en in dit geval ook België. Dus, maar het is eigenlijk ook toegankelijk voor andere nationaliteiten. Dus het hangt er eigenlijk vanaf welke scholen dat zich daar willen voor inzetten. Want het vraagt wel zeer veel werk natuurlijk. Thank you for traveling with us today. We hope you have a very pleasant journey. Thank you.